De Centrale van Landsdienarenorganisatie pleit voor een nieuwe loonreeks voor ambtenaren en ziekenhuispersoneel. Volgens voorzitter Michael Miskin zitten slechts deze twee groepen nog in het functieinformatiesysteem van de overheid, FISO. Miskin zegt dat hij niet alleen naar een andere loonreeks heeft gevraagd, maar meer zaken heeft aangehaald tijdens de ontmoeting met president Santokki. Alle andere ambtenaren hebben een loonsverhoging gehad nadat ze uit FISO zijn gestapt, maar deze twee groepen nog niet, meent Miskin. We zitten natuurlijk nu in een situatie waarbij de president had dat ook aangegeven tijdens een van zijn persconferenties. Ik dacht in juni, dacht ik, waarin hij had aangegeven dat hij dus 1000 SRD zou geven zonder aan de bestaande loonstructuren te komen. Er zijn natuurlijk ideeën erover. Je kan zeggen dat dus alle groepen zijn gebracht onder een minimum en een maximum. En of je gaat terug naar één loonreeks, ga je deze bestaande loonreeksen nu handhaven. Dat zijn allemaal zaken die dus in de naaste toekomst besproken moeten worden. Het is ook belangrijk, er is een toelage gegeven van 1000 SRD, een toelage gegeven van 700 SRD. Mensen komen op een ander leefniveau. Het is natuurlijk ook wel goed om in feite deze zaken te incorporeren in het loon. Miskin verduidelijkt dat als het wordt geïncorporeerd in het loon, dat niet wil zeggen dat je automatisch een loonsverhoging hebt. Alles blijft gewoon hetzelfde. Alleen is je salaris nu duidelijk. Je krijgt vakantiegeld erover, toch? Als je overuren maakt, dan werkt dat ook mee. Het werkt ook door je pensioengrondslag. Dat zijn de voordelen, op dit moment niet. En wat was dan de reactie van u, de president, met uw ideeën die u aangaf? Kijk, we zitten dus nu in een traject. Ik heb het op tafel gezet. Wij beiden begrepen dat het dus niet stel op sprong kan. Want we zitten dus nu in een traject met tripartiet overleg. In het tripartiet overleg wordt over onder andere koopkrachtversterking gesproken. En belastingverlichting. Hoe belastingverlichting moet zorgen voor koopkrachtversterking. Dus we zitten in dat traject. Maar ik moet het op tafel leggen. Omdat er dus ook natrajecten komen. Dus dit traject zal dus naar mijn inschatting in 2022 vervolgd worden. De president heeft gezegd, van is goed, hij heeft naar ons geluisterd. En heeft dus een directeur daar ter beschikking gesteld om dus verdere afspraken met ons te maken. In het tripartiet overleg zal verder onderhandeld worden over een pakket aan maatregelen dat moet leiden tot duidelijkheid met betrekking tot koopkrachtversterking, belastingverlichting, het sociaal vangnet, werkgelegenheid en het prijsbeleid.